Je komt zo sympathiek over en... En dat ben je helemaal niet. Dat ben je helemaal niet. Dus dat werkt zo in je voordeel. Mijn papa heeft een piemel. Waar zijn we aan begonnen? Waarom hebben we nog... Waarom moesten we nou zo nodig een tweede kindje? Ik herken je bijna niet met kleren aan. Er waren meer dagen dat ik wel thuis kwam, terwijl het al heel laat was, dan niet. Dan is het toch even tijd om een veer in je reet te steken. Ik heb een hersenbloedingje gehad en daar kun je van alles aan overhouden. Wat leuk dat je luistert of kijkt naar deze show. Bijna elke vrijdag, maar zondag kan ook. Soms is het saai, soms word je zomaar verrast. Zoek je naar inhoud of minstens een beetje diepgang, ben je niet aan het juiste adres, ben ik bang. Dat klopt. Het is de Ik en Simon video podcast. Waarin ik columns analyseer. Columns die ik heb geschreven. Columns die als audiopodcast op iTunes en Spotify te zien zijn. Maar hier op mijn Ik en Simon YouTube kanaal vind ik het leuk om die columns te gaan analyseren. En dat doe ik elke keer met een gast. En ik kreeg wat klachten de afgelopen tijd. Niet over de gasten, maar over het feit dat het enkel en alleen vrouwelijke gasten zijn geweest. Wat zegt dat over jou? Dat zegt over mij dat ik graag met vrouwen omga. Ja, nou, dat mag. Ja, mensen horen nu een stem, maar zien nog niet wie erachter schuilt. Dus laat ik gewoon dit doen. Sidekick en Simon. Wie is mijn sidekick van deze podcast? En dat is niemand minder dan Jan Versteeg. Ja. Die zocht je. Jij hebt dan die lingo-applaus, dat lingo-applaus wat je dan mist, ja, waarschijnlijk. Het is toch een soort conditionering. Ik zag dat we weer gaan beginnen. Ja. Lingo. Ja, we zijn er zelfs nu nog met publiek. Dat zijn eerder opgenomen. Dan... Ja, want dat vroeg ik me af. Want ik zag de promofoto's staan de kandidaten ook gewoon lekker schouder aan schouder. Wat natuurlijk allemaal niet meer mag. Ja, dat hebben we hebben er nog een aantal opgenomen terwijl de corona net in Nederland kwam. Dat is al wel zonder publiek. Maar de kandidaten, ja, die komen vaak toch met elkaar in de auto samen. Is ook zo. Dus die staan nu nog wel naast elkaar. Maar wat nu gaat worden uitgezonden was dus pre-corona. Dat is een beetje de start van corona in Nederland. Wij zijn een van de laatste dagen van februari, geloof ik, bezig geweest. Want op dit moment is het voor jou ook stil, toch? Ja, dus nee, Lingo ligt nu helemaal stil, ja. Maar wel dus nieuw op te leggen. Vanaf wanneer? Want hier kijken echt honderdduizenden mensen. Dit is jouw plug, jouw moment, jouw promo-moment. Lingo is elke doordeweekse avond 19:30 SBS6 te zien. Kijk, dan hebben we dat afgevinkt. Hey, ik ben echt blij dat je er bent. Nou, ik vind het ook fijn om je te zien. We hebben het net off-camera, off-the-record ook even uitgesproken naar elkaar. Ik vroeg of je hier aan mee wilde doen. En toen zei je, ik vind het een eer. Ja. Nou ja, het is ook, we hebben een vrij intensieve periode beleefd vorig jaar. Zeker, zeker. Ik herken je bijna niet met kleren aan. Nee, nou, er komt ook omdat er wat bijgekomen is. Hè? Nou ja, we hebben, voor mensen die het niet weten, we hebben gestript. We hebben absoluut gestript. We hebben elkaar nakend gezien. Zoals Thijs zou zeggen, Thijs Reumer, piemeltje naakt. Piemeltje naakt, absoluut. Al heb ik daar op Moment Suprem niet echt tijd voor gehad om goed te kijken hoe de vleeskeuring was. Maar... Nee, ik ook niet bij anderen, maar jij duwde de jouwe wel gewoon af en toe in onze gezicht. Nou, niet ontbloot, toch? Nou, ik weet maar... Komt er een soort MeToo-schandaal. Oh nee, dat zo bedoel ik het helemaal niet. Nee, het was alleen maar grappig. Nee, ik weet me, die eerste ronde, die eerste repetitie waarin we echt... In dat kleine theater? In dat kleine theater. Ja? Toen dacht je gewoon van ja, dan ga ik nu maar all the way al. Ja, maar dit is ook een soort repetitie, hè? Dat je, als je denkt, nu zitten er 40 mensen uit, wat was het, Baarn, wil ik zeggen? De Speeldoos, Theater de Speeldoos. Ja, klopt. En dacht ik, ja, als ik nu maar vast de boel een beetje laat zien, dan heb ik straks die spanning niet als er 1000 mensen zitten. En dat werkte, want je was echt niets gesproken. Nee, dat werkte totaal niet, echt helemaal geen zin. Maar toen vroeg je me dus voor deze podcast, dacht ik, nou, dan zien wij elkaar weer eens. Klopt. Vind ik leuk. Want we spreken elkaar, je spreekt dan af, we gaan elkaar elke week zien. Ja. En dat is dan gewoon niet zo. Nee, maar dat zou jij kennen uit het circuit van optreden. Dan kom je mensen tegen en zeg je, ja, we moeten echt een keer snel wat gaan doen. Ja.
En het gebeurt dan toch niet, zeker niet als er dan een wereldwijde pandemie uitbreekt. Heb jij er een vriend aan overgehouden? Van, want we waren met z'n zevenen. Ja. Achten, sorry. Ja. Peter Faber kwam er later nog bij. Die zie je echt dagelijks. Peter Faber zie ik, nou, die woont inmiddels bij mij in. Bijzonder dolle. Zijn er banden ontstaan? Ik zie Sander Lantega vrij regelmatig. Ja. Oh, wat leuk. Ja, maar ik geloof dat het ook een goede vriend van jou is. Ja, maar dat was ook voor dat hele avontuur. Ja. Was ik al vrij close met Sander. Ja, nee, dat begrijp ik. Dat je die vaker wilt zien. Ik zie hem morgen zelfs. Oh, nou, doe hem de groeten. Ja. Vraag of hij een keer te gast wil. Ik zal een goed woordje voor je doen. Dankjewel, dankjewel. Maar waar ik je dan wel natuurlijk geregeld zie, is op je Insta. Je bent, je bent gewoon eigenlijk een influencer. Nee joh. Nou ja, een influencer in die zin dat je een ontzettend grote following hebt. Die je zou kunnen beïnvloeden. Ja, ja, als ik morgen zeg, als ik maar in de politiek zou mengen, dan zou je daar een stempel op kunnen drukken. Maar datzelfde geldt voor jou, je hebt zoveel fans. Ja, maar kijk, als we, ik betrek even de Insta-pagina erbij. Ja. Als we op jouw pagina, je ziet ten eerste 404 volgers. Zo, dat heb ik dan niet. En mijn beeld, wat ik dan vanaf jouw tijdlijn zie, is een levensgenieter. Ja, dat klopt ook wel. Vader, uiteraard. Twee dochters. Ja, Lulu en Bella. Respect. Ik heb er eentje. Respect hoor. Levensgenieter, een fitte gast nog steeds. Kijk eens hier. Ja, maar kijk, je moet het zo zien. Ik weet niet of mensen dat kunnen zien. Je hebt dan zeg maar zo, dit is mijn... Wacht. Kijk. Ja, ga verder. Aan profiel. Kijk, dit is de normaal. En dan doe je voor de foto, doe ik even... Ja, precies. Kijk, hè, maar dan zit daar wel een sixpack verscholen. Als je hem heel goed aanspant wel, daar moeten ook mensen wel weten wat je op Instagram ziet, is natuurlijk niet, dat weet jij ook, echt. Dat was meteen mijn vraag. Als je nou door jouw Insta scrolt, leren mensen jou dan kennen? Ja, dat denk ik wel, want je ziet dat ik veel met mijn dochters ben, en dat ben ik ook veel. Je ziet dat ik graag van lekker eten hou, af en toe van een drankje hou. Dat is wel wie ik ben. Maar kijk, als ik in mijn blote bas... Ik zat hier toevallig die foto die je net liet zien. Ja, nou snap ik wel wat je bedoelt met in your face. Ja. Nee, maar als je een foto maakt... Ik zat op die foto met mijn vrouw in een rubberbootje. We hadden zin om even... De kinderen waren even... Te droppen. Elders. Ja, die waren elders. En dus gingen wij met zo'n rubber... Wat later een lek rubberbootje bleek. Even het water op. En dat past helemaal niet. Het is voor één persoon. Dan denk ik wel, ja, als zij een foto gaat maken... Dat hou je toch even je buik in. Is ook zo. Weet je, dat zeg ik ook altijd. Als je met voorbedachte raden van dit zou wel eens een instaatje kunnen worden. En je maakt, weet ik veel, 4 of 5 foto's. Kies je de mooiste. Ja. Dat is gewoon hoe het gaat. Ik zie jou regelmatig met een kop koffie de verte inkijkend. Ja. Zo, dan denk ik... Daar zijn er 18 van gemaakt, zo hoor. Kwam je ook niet je bed uit, Simon Keizer. Nee, absoluut niet. Nee hoor, daar ben ik ook heel eerlijk in. Goed, het concept van deze videopodcast... Ik zeg altijd videopodcast, maar ik zie steeds vaker dat het ook gewoon een vodcast dan heet. Wist je dat? Nee, vodcast? Een vodcast, net zoals blog, vlog werd. Ja, ja. Nee, maar het gaat dus niet over dat ik vodden aan heb. Nee, absoluut niet. Nee, gelukkig. We zijn wel een beetje hetzelfde getint, kledingwise. Ja. Het concept is dus... Dat ik columns schrijf. Ja. En ik lees jou 3 titels voor van columns die ik hier paraat heb liggen. En als er een titel tussen zit waarvan je denkt, oh, daar ben ik wel nieuwsgierig naar, dan gaan we die voorlezen. Oh, leuk. Jij gaat die voorlezen ook. Ik ga die voorlezen voor jou, speciaal voor jou. En dan mag je je mening geven. Ik noem het ook daarom een sidekick. Je bent niet de gast, je doet het samen met mij. Gaan we dat topic bespreken. Dus dan hoop ik dat het maar een topic is waar je iets mee hebt. Ja. De titels zijn... Durven, hooikoorts of ontbijt? Nou, ik weet dat jij ernstig last hebt van hooikoorts. Ik behoor tot die gelukkige groep mensen dat die... Ik heb daar nog nooit mee van doen gehad. Laten we die dan afschrijven. Eens. Ja, ik... Ja, je wilt graag zelf een voorkeur uitspreken? Eigenlijk wel. Ja, dan mag jij ook kiezen. Maar dat mag eigenlijk niet, maar ik denk dat jij dingetjes wel herkent. Ben ik toch meer te gast dan een sidekick, hè? Nee, maar achteraf mag je hem dan helemaal plat analyseren. Okay. Kies jij maar welke. Ik wil graag ontbijt voorlezen. Oké. Okay. Ja. Okay. En dan heb ik ook weer... Jaap Kwakman verdient credits voor dit soort bumpertjes. Ik en Simon Kolen. Ontbijt. Dit is heel intiem of zo. Ja, leuk.
Ik ben het ontbijt aan het klaarmaken. Kiki zit al aan tafel. Ze speelt met haar Peppa Pig poppetjes. Anne-Marie, is eerst even snel gaan douchen en is nog boven. Voor mezelf maak ik 2 boterhammen met hagelslag klaar. Ik ben er niet trots op, maar dat eet ik bijna elke ochtend. Vandaag eet ik daarnaast ook nog een onsje kipfilet in plakjes uit het vuistje. Ik wil pindakaas in mijn blootje, zegt Kiki. Ze wil pindakaas op haar broodje. Ook dat maak ik klaar. Ze praat gewoon. Niet te geloven. Ze is 2,5 en ik moet nog wennen aan het feit dat ze er überhaupt is. En ze praat gewoon. De tijd vliegt. Cliché, helemaal waar. Maar het krijgen van een kind blijkt een meetlat te zijn waarlangs dat gegeven griezelig duidelijk wordt. Terwijl ik het broodje pindakaas in 8 stukjes snijd, zie ik opeens weer voor me hoe ze begon te kruipen. Meteen daarna denk ik aan haar eerste stapjes, haar eerste woordjes en nu dus de eerste zinnen. Hoe dan? Ik zet haar broodje neer. Dan wel, papa. Ik ga op de stoel naast haar zitten en denk eraan dat ik tijdens Annemarie's zwangerschap een lichte voorkeur had voor een jongetje. Niet omdat ik per se een jongetje wilde, maar in mijn beleving heb je bij een jongen op de lange termijn minder zorgen. Een jongen redt zich. Een meisje moet beschermd. Of komt dat doordat ik zelf een jongen ben? Ik open het onsje kipfilet, rol een plakje op en stop het in mijn mond. Alles onder streng toezicht van Kiki. Ik ook. Nee, lieverd. Jij eet eerst je broodje op en dan mag je misschien een plakje kipfilet, zeg ik. Kiki stopt nog een stukje brood met pindakaas in haar mond. Ze verhoogt haar tempo, want ze is dol op kip. Ik denk verder waar ik was gebleven. Stel je toch eens voor dat ze straks richting de puberteit beweegt. Haar eerste vriendje. Het toetertje van de scooter met daarop dat vriendje. Zij achterop, jij achter het raam. Daar gaan ze. Help. Nee, dan andersom. Bij een jongen vraag je juist of er al iets is gelukt met de meiden. Of met de jongens, ook goed. Het gaat erom, de jongen spoor je aan, het meisje rem je af. Ik werk nog een plakje kipfilet naar binnen. Kiki houdt het nauwlettend in de gaten. Wat een dametje is ze al. Ik ben mijn gedachten nu helaas niet meer de baas. Ze gaan hun eigen gang. Ze laten me denken aan dat moment waarop Kiki me ooit een vraag zal stellen en dat zal gaan over anticonceptie. Nee toch, het zweet loopt me over mijn rug. Mijn kleine meisje gaat ooit groot worden. Kiki brengt mijn gedachtenstroom met een schok tot stilstand. Papa, nou wil ik pik. Kip hoop ik. Ja. Dat hoopte ik ook. Dat ze, tot op de dag van vandaag noemt ze het Pikkie. Ik wil Pikkie. Ja, dit zijn dingen waar ik me echt helemaal in kan verliezen. En omdat je twee van die kotertjes thuis hebt, dacht ik, ik ben benieuwd of jij dit ook voelt. Man, dit gaat altijd zo. Laatst stond ik bij de supermarkt met Lulu. En toen zei ze tegen de cashier eerst dat ze een broodje had gepakt, want ze wil altijd van zo'n broodafdeling wil ze zo'n pistoletje. Het wil ze hebben, eet ze 2 happen van, dan niet meer. En zei ze tegen de cashier, mijn papa heeft een piemel. Pinnen graag, alsjeblieft. Ja, nee. Ja, wat moet je dan zeggen? Ja. Ja, feitelijk heeft ze helemaal gelijk. Hè? Ja, dus dat, ja. Maar dat had ze niet natuurlijk daar hoeven zeggen voor jou. Nee, ik denk dat de cashier daar ook wel van uitgaat. Kinderen zeggen namelijk alles wat in ze opkomt. Ja, wat schitterend is. En dat is vaak heel leuk, maar af en toe zorgt ook voor zulke gênante situaties. Ik kon ook wel eens zeggen, zegeltjes, nee dank u. Maar herken je ook dat andere wat ik vertel, dat je nu al zorgen kunt maken voor wat er straks, later gaat gebeuren? Ja, ik ben daar, moet wel eerlijk zeggen, niet zo mee bezig. Maar dat komt denk ik vooral omdat het zijn allebei, hoe klein ze ook zijn, 1 en 2. Het zijn enorme doelrakken, durf als ze vallen. Lulu, als ze valt, zegt ze ook heel vaak, ik moet niet huilen. Ik ben een stoere meid. Terwijl ik denk wel eens, dan loopt ze met het hoofd ergens tegenaan. Ik denk, alles is kapot. Ja. En dan staan ze op en zeggen ze, ik heb geen pijn. Gaat vanzelf weer over. Wanneer is dat? Hoe oud is ze? Wanneer gaat dat gebeuren? Ze is 2,5. Jeetje. Ja. Oh nee, maar daar zit Kiki niet hoor. Maar ze zit daardoor wel altijd onder de blauwe plekken. Dat je, als je ze wel eens naar de crash brengt, dat je denkt, ja, ze gaan op een dag denken dat thuis niet goed gaat natuurlijk. Dat kan niet. Laatst viel ze van het terras in de tuin af op de grond. En toen had ze een blauw oog. Ja,
dan voel ik me toch verplicht om bij als dat ik je wegbreng te zeggen... ja, ze was op het terras gevallen, hoor. Tegelijkertijd denk ik... Dat zegt iedereen die ja, jeetje. Ja. Maar goed, ik denk niet dat je dat beeld bij jou draagt, eerlijk gezegd. Nee, nou ja, ik geloof dat kinderen die wel in een gevaarlijke situatie thuis zitten... juist heel erg timide worden, heel erg stilletjes. Hmm. Nou, ik kan veel van mijn kinderen zeggen, maar stil, dat zijn ze niet. Zijn het goede slapers? Want het ging over ontbijt, ja. deze column. Ja. Vroeg je nest uit, dat herken je ook allemaal, neem ik aan. Het is zo... Lulu heeft 1,5 jaar niet doorgeslapen. Die heeft toen 2 weken of 3 weken doorgeslapen en toen werd Bella geboren. En toen begon het eigenlijk van vooraf aan. En bij Lulu ook? Weer van vooraf aan? Nee, die sliep toen wel door. Maar misschien miste ze wat aandacht. Dat hoor je dan ook wel eens, hè, dat ze een terugval krijgen slaaptechnisch. Maar dat was niet het geval. Nee, die slaapt gewoon heerlijk door. Die gaat om 7 uur naar bed, wil af en toe nog wel gewoon een boekje voor zichzelf lezen. Als ik al weg ben, maar dan hoor je de lekker brabbelen. Maar ja, toen kregen we Bella. En Bella, dat was een typische huilbaby. Die heeft de eerste 6 maanden van haar leven 8, 9, soms 13 uur per dag gehuild. Ontroostbaar. Oh mijn god. En dat ook 's nachts. Dus dat was wel heel pittig. En nu begint het zo af te bouwen. En ik kan hier toch wel met trots vermelden dat er 6 dagen geleden een nacht doorgeslapen is. Door beide dames. Maar hoe blijf jij zo fris en fruitig? Of is dat uiterlijke schijn? Nou, qua uiterlijk is dat niet echt zo. Maar ik heb van nature veel energie. Dat is fijn. En wij gaan op tijd naar bed. Regelmatig liggen we al om 10 uur. Liggen we al. Ja, daar gaat het mis bij mij. Anders hou ik het gewoon niet vol. Als ik er 4 keer per nacht uit moet, of mijn vrouw... dan ga je kapot als je de dag daarna moet werken. Dus dan moet je maar vroeg naar bed. Ja. Maar dat lukt niet bij jou. Nee, ja, ik ben van origine. Sinds kort stap ik echt gewoon steady 6 uur uit mijn nest. Maar ik ben van origine echt een avondmens. Dus als ik om 11 uur lig, is het echt heel vroeg. Ja. En dan ga je jezelf op een gegeven moment tegenkomen. Dat kan ik wel beamen. En de ochtenden blijft wel een dingetje. Maar het bevalt me wel. Ik vind het fijn om de dag als eerste van het gezin te beginnen. Dat is lekker, hè? Ja, helemaal. Dat is jouw momentje. Helemaal sereen. Dat je even de krant kunt pakken. Even een koffietje of een theetje voor jezelf. Ontbijtje. En als het dan, al is het maar 5 minuten later iemand gaat huilen, ben je toch al even begonnen. Ja, dat is precies zoals ik het ervaar. Heb je wel eens nog momenten dat je, en dat moet je niet verkeerd begrijpen, maar nu zitten wij als dertigers al de hele tijd te keuvelen, en dat komt natuurlijk door die column, maar over kindjes en vaderschap. En heb je wel eens een klein moment nog een verlangend gevoel naar vroeger, naar hoe het was, het vrije gevoel? Ik denk dat ik dat toen Bella veel huilde, wel af en toe heb gehad. Dat ik dacht, waar zijn we aan begonnen? Waarom moesten we nou zo nodig een tweede kindje? Hm. Weet je, want je denkt, oh, die eerste, dat ging goed. Dan proberen we nog een kindje te krijgen. De in het verleden behaalde resultaten bieden dan dus geen garantie. Nee, dat krijg je als disclaimer als je aandelen koopt. Of maar niet met een kind. Maar niet met een kind. En toen heb ik wel eens gezegd, als je 13 uur soms per dag en nacht met een kind op je arm loopt wat ontroostbaar huilt, waar geen enkele remedie, geen eten, geen luier, helemaal niks ontroostbaar huilt, dan denk je wel eens, waar ben ik aan begonnen? Terwijl het is voor dat kind veel zieliger natuurlijk, maar dat vergeet je dan af en toe heel even. Toen heb ik wel eens gedacht, ach, vroeger hadden we het echt makkelijk. En nu, ja, Bella, die is nu ruim 1, die begint nu ook te praten, weet je, die zegt al papa, die zegt al mama, die noemt Lulu, dus dat komt nog niet helemaal goed uit. Maar weet je, die begint ook echt een mens te worden en dan krijg je er zoveel van terug. Ik heb ze vanochtend weggebracht naar de opvang. Ik moest hier zijn, weet je wel. Dus dan zorg dat ik mijn handen vrij heb. Nee, ze gingen sowieso. Oh, ik voelde me opeens schuldig. Nee, maar en dan nemen ze afscheid. En dan draait Lulu zich, terwijl ze al binnen is, even om. Rent naar me toe en zegt, papa, ik was knuffeltje vergeten. Oh. Ja, laat vroeger dan lekker zitten. Ja, hè? Kijk, ik hang niet meer ieder weekend tot 4 uur 's nachts in de kroeg. Want dat was de vroegere Jan Versteeg. Nou, dat is wel heel erg vroeger. Want op een gegeven moment in de tijd van de gymnastiekleraar vroeger? Nee, maar mijn studententijd was ik wel... er waren meer dagen dat ik wel thuis kwam, terwijl het al heel laat was, dan niet. Okay. Nee, maar op een gegeven moment ga je werken en dan krijg je een carrière. En dan faseert zich dat al langzaam uit. En daarom mis je het denk ik ook nu niet zo.
Maar ja, je leven draait voor een groot deel thuis om de kinderen. Ja. En anders moet je er niet... Mijn vrouw zegt altijd, als ik dan wel eens zei, toen Bella zo van, oh, waar zijn we aan begonnen? Zegt ze, daar heb je voor gekozen. En het vervelende is, daar kan je niks tegen inbrengen. Nee, want dat is gewoon ontzettend zo. Het is waar, het is gewoon waar. Jeetje. Ja, maar ik maak het nou niet echt aantrekkelijk voor je om ooit nog te kijken of je een tweede kindje zou willen proberen te krijgen? Nee, die keuze vinden wij echt wel heel moeilijk hoor. Omdat we gewoon heel blij zijn met hoe ze nu, wat ik net omschrijf, dat is toch fantastisch. Hoe nou ja, er komen geen mensen tekort op de wereld, dus je moet het echt doen als je het zelf wil. Ja, precies. Ja. Ja, misschien, nou ja, ik wilde iets heel stoms zeggen. Ik zat net te denken... Ja, zeg eens. Nee, misschien moeten we om de wereldbevolking in het gareel te houden, ons beste beentje voorzetten door ons niet voor te planten. Ja, misschien wel. Een kind is een egocentrische keuze. Dat probeer je te krijgen. Ja, want dat is natuurlijk ook... er zijn heel veel mensen die er ontzettend lang mee struggelen. Ja. Daarbij doet dit gesprek natuurlijk ontzettend veel pijn. Als je zoiets hoort. Ja, nou ja, dus ik ben me heel erg bewust van de zegeningen die ik moet... En daarom wil ik ook niet klagen, weet je. Het is ons gegeven geweest... om iets te kort achter elkaar, maar gegeven geweest om twee gezonde voorlopig kinderen te mogen krijgen. Dat is zo mooi. Ja. Als mensen dan zeggen, had ik ze maar niet gekregen of zoiets, of was het nog maar vroeger, denk ik altijd, joh, weet je hoeveel mensen er zijn die als ze al een kind krijgen, daar jarenlang voor bezig zijn met de meest verschrikkelijke hormoonbehandeling, weet ik het wat. Ja. Ja, en het belangrijkste wat je zegt, gezond. Toen die zwangerschap van Annemarie gaande was, en dan ga je allerlei fases in dat je moet uitsluiten dat er bepaalde ziektes zijn of afwijkingen. Dan merk je pas wat er allemaal mis kan gaan en hoe uniek het is. Dat het gewoon, het wordt allemaal als gewoon beschouwd dat het gezond ter wereld komt. Maar wauw, wat een lot uit de loterij. Ja, nou ja, ik ben 2,5 maand te vroeg geboren in 1985. Ja, 85, dames en heren. En dat is best wel spannend geweest. Dus mijn ouders, nog steeds als het daar wel eens over gaat thuis, dan is dat is wel een dingetje geweest. Is daar iets... heb je er iets van... Ja, dit is zo makkelijk om nu allerlei grappen te maken. Maar heb je daar later last van gehad? Zijn er dingen onderontwikkeld? Ik heb een ja, half gehoor. Ik mis hier 80% en daar 20%. Ligt dat daaraan? Dat komt uit die tijd. Ik heb een hersenbloeding gehad. En daar kun je van alles aan overhouden. Een halfzijdige verlamming. Ja, en ik zie het maar zo. Ik heb ontzettende mazzel gehad. Ik hoor gewoon heel slecht. Maar ik weet niet beter dan dat ik heel slecht hoor. Dus ik mis niet. Je hebt geen referentie natuurlijk van hoe dat zou zijn. Plus, Simon, als je dan kinderen krijgt en die huilen veel 's nachts en je gaat op je goede oor liggen. Dat heb je verteld inderdaad. Hoort papa helemaal niks. En dan kun je daarachter verschuilen naar je vrouw toe. Van, ja, ik hoor het niet. Ja, mijn vrouw verschuilt zich dan toch achter haar linker elleboog. die vrij hard mijn kant op komt. Dus dat niet. Maar nee, dat is wel lekker qua stilte. Ja, en dat jij weer zegt, nee, ik ben gevallen. Ja, ik had het in de tuin van het terras. Precies. Ik moest net denken aan gymnastiekleraar. Ik lees nu, het is geheel off-topic, maar ik lees die biografie van Louis van Gaal. Oh ja, en, de trainer en de totale mens. Ja. Vond een grappige titel. Ja, maar dat is zijn, waar hij altijd voor staat, de totale mens. Maar ik zocht naar een vergelijking, maar ik zie niet een Louis van Gaal in jou schuilen. Ik ook niet. Nee. Want Viggo Waas, die wij ook hebben gekend door dat hele naakte gebeuren. Die hebben gekend alsof hij dood is. Nee, die we ook kennen door... Ja, waarom praat ik in de verleden tijd? Maar die is ook het trainersvak daarna ingegaan. Dus misschien is het een bepaald slag mens. Van als je gymnastiekleraar bent, dan wil je doseren. Maar dat heb jij... Niet? Niet? Nee, ik denk ook dat ik daarom niet in de... Kijk, docent word je in Nederland niet omdat het zo fantastisch betaalt. Nee. Dat moet echt een passie zijn. Dat moet een roeping zijn, daar moet je begeistering voor hebben. En ik miste dat. Ik was alleen maar bezig, hoe kom ik van die gymzaal naar de televisie. Ja, dat was altijd al jouw... vanaf dat ik 14, 15 was. Ja. Dus dan sta je niet met de juiste motivatie voor zo'n klas. En die kinderen, die voelen alles. En jouw eerste ding was Pound, toch? Ja, Pound. En hoe kwam je daar dan? Nou, ik had een programmaatje gemaakt voor RTV Rijnmond. Dat was eigenlijk het eerste. Oh, okay. Ja, daar keek toch wel niemand naar. En
En toen dacht ik, ja, hoe ga ik nou? Want inmiddels, dat was tijdens mijn studie. Inmiddels was ik afgestudeerd, dan ga je voor de klas staan. Want je moet toch de huur betalen. Ja. En toen zeiden mijn vrienden van, joh Jan, alles leuk en aardig. Maar je bent wel een beetje alleen maar aan het zeuren. Ik wil zo graag televisiemaker worden. Maar je doet helemaal niks. En toen dacht ik, nou, als er één groep cowboys in Nederland is die gek genoeg is om iemand zonder echte ervaring misschien een kans te geven, dan is het Poont. Dus een brief geschreven en na wat gesprekken en een demo-video gemaakt te hebben, kreeg ik een contract voor 30 dagen. En toen zei ik dus mijn baan als gymleer op. Wauw, terwijl je maar een contract van een maand had. Ja. Zo zelfverzekerd was je dus. Nee, maar ik dacht, ja, ik wilde een kans. Die kans krijg ik ja. nu. Als ik nu nee zeg, krijg ik hem waarschijnlijk nooit meer. Nou, wat mij opviel, en dan is het toch even tijd om een veer in je reet te steken. Wij waren te gast bij Lingo Vips. Ja. En ik ben altijd in de veronderstelling geweest dat een autocue-programma was. Maar op dat moment, of ik heb het niet gezien. Nee, ik doe zonder autocue. Ja, autocue voor de leek, voor de luisteraars of kijkers. Dat is een geheugensteuntje, speakbriefje wat meeloopt. Die je eigenlijk opleest ja. als presentator. Voor leesmoeder. Ja, precies. En dat gebeurt te pas en te onpas. Dat is een algemeen geaccepteerd iets. Vandaar dat ik ook dacht dat dat bij jou het geval was. En we namen drie opnames ja. op of zo. En dat ging zo uit de losse pols en perfect gevormde volzinnen. En ik stond daar echt van te kijken. Dat wist ik niet. Dus toen ik zei ook daarna tegen Nick op weg naar Vrienden van Amstel was het. Dat was tussendoor. Zeg, nou, die gast kan het wel even zeg. Dus bij deze, dat wilde ik even gezegd hebben. Nou, dankjewel. Ik vond het bij sommige programma's wel hoor. Het is niet dat ik al mijn programma's zonder autocue doe. Want soms moet je ook zo. Ja, want je hebt 6 Inside, neem ik aan. Dat is een autocue programma puur zang. Ja, echt waar. Ook autocue, omdat je zoveel informatie moet overbrengen. Maar Lingo, volgens mij, draait Lingo echt om de sfeer, om ja. het spelletje en om de kandidaten, niet om mij. Ja, en je komt zo sympathiek over. En dat ben je helemaal niet. Dat ben je helemaal niet. Dus dat werkt zo in je voordeel. Nee, maar het is veel losser. En dat heeft zo'n programma nodig. Ja. ja. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Nou, dat in deze tijd is dat voor niemand zeker. Nee, maar laten we hopen en ervan uitgaan dat volgend jaar het allemaal weer een beetje gaat zoals het moet gaan. Waar ben jij ook? Nou, waar ben jij over 5 jaar? Laat ik dat eens vragen. Mijn grootste droom, mensen zeggen altijd, dat wil je nog? Ja, ik wil gewoon eigenlijk televisie blijven maken. Dus dit wat je doet? Ja, ik leef echt, en dat klinkt heel stom en misschien zelfs een beetje zweverig. Ik leef echt midden in mijn droom. Ik, als jongetje van 14, 15, dacht ik altijd, ik werd vrij veel gepest en ik was veel alleen. Dacht ik, ja, maar later, dan komt mijn tijd, want dan ga ik bij de televisie werken en dan word ik gelukkig. En dat gek genoeg is het allemaal uitgekomen en ik kan me ook geen leuke werk voorstellen. Maar het klinkt helemaal niet zweverig. Het is juist heel verfrissend in deze klagende tijd dat je een geluid hoort van, hé, ik ben gewoon happy. Ja, ik ben echt happy. Ik mis het nu wel, hè. Er ligt veel stil aan programma's, dus ik mis dat wel heel erg. Maar zoals je zegt, ik hoop dat het snel weer goed komt en dan kan ik weer lekker programma's maken. Dat is wat ik professioneel gezien dan, hè, los van mijn privé, wat ik het allerliefste doe. En daarin dan je misschien nog ontwikkelen, zie je daar iets gebeuren? Want je hebt ook, je kan ook dromen uitspreken in de zin van misschien een productiebedrijfje of zo. Of je gaat nieuw talent onder je vleugel. Ik verzin nu al wat in mijn hoofd oplopt. Of is het gewoon echt, je bent zo blij met wat je doet, laat jou maar gewoon lekker dit blijven doen. Nou, ik wil dit wel echt blijven doen. Maar ik vind het ook wel heel leuk om formats te bedenken, om mee te denken aan formats. En deze tijd is daar natuurlijk uitermate geschikt voor. Als je even niet voor de camera staat, heb je de tijd om na te denken. Ja. Over wat wil ik nou? En wat ik nu bijvoorbeeld nog wel zou willen doen bij BNN, waar ik vandaan kom, BNN Vara, deed ik en heel veel in de studio en heel veel buiten, ENG, zoals dat in vaktermen heet. En dat zou ik er nog wel weer bij willen gaan doen, want ik doe nu veel studio. Dus uiteindelijk, als je die combi kunt maken en dan je kunt bemoeien met de inhoud van het format, ik denk dat ik dan ontzettend echt op de plek ben waar ik wil zijn. Mooi,
Mooie kijk, ambities. Lingo, kan ik wel allemaal ideeën over hebben, maar als je daar te veel verandert, herkent niemand het spelletje meer. Nee, dat je zegt, we gaan nu met nu doen we het in het Frans. Ja, of het wordt 12-letter lingo. Ja, ja. Weet je, dan klopt het niet meer. Maar waar het kan, ja zeker, dat zou ik wel willen. En in een iets nabijere toekomst, ik heb je bestemd... En een plaat opnemen met Simon, zou ik wel heel graag willen. Ja, want je bent natuurlijk eigenlijk gewoon ook een soort van doorgebroken ooit met It Takes Two, toch? It Takes Two gedaan, ja. En toen een album opgenomen. Ja, jazz big band. Ligt daar dan nog een vervolg, of was dat gewoon voor jezelf, laten we eens kijken waar het schip strandt? Nou ja, ik weet nog dat die finale was geweest. En toen zei mensen, ja, je moet een album opnemen. En toen zei Erik Fontijn, die naast me stond, ja, dat moet je doen. En toen zei ik, ja, maar ja, wie moet het dan produceren? En toen zei, nou, dat kunnen wij wel doen bij Soundwise. Ja. En toen was daar ineens de mogelijkheid om een album op te nemen. Maar jij doet dat heel knap. Weet je, in Nederland kun je niet te veel hokjes, lijkt het wel, op hetzelfde moment bezetten. Dus als je zingt, ben je niet per se ook een presentator. Wat jij natuurlijk wel heel lang doet. Je bent en op televisie en je zingt. Dat is heel knap, maar ik weet niet of ik dan niet de focus... Dat ze een beetje kwijt zijn wie Jan Versteeg nou eigenlijk is. Nou, vooral ook dat ik het zelf kwijt ben. Okay. Ik vind televisie maken het allermooiste wat er is. Stel je nou voor dat ik ook een deel van mijn aandacht ga schuiven naar muziek. Ben ik dan op allebei de fronten nog wel de beste versie van mezelf? Dus jouw voorliefde is en blijft tv. En wat erbij komt is mooi meegenomen, zeg maar. Ja, ik voelde bij zingen niet hetzelfde plezier als dat ik maak bij televisie. Ik vond het heel leuk, maar televisie, ik geloof dat echt een roeping voor me is. Ik wilde het al zo lang en toen kwam het en toen dacht ik, ja, dit is het. En bij zingen dacht ik, ja, dat deed ik onder de douche. Maar ik dacht niet al vanaf mijn 15e, dat ga ik doen. Maar dit gaat jou eigenlijk ook goed af, radio. Niet dat dit radio is, maar... Hey, ho, dit is een videocast. Een vodcast. Een vodcast. Nee, maar je zit met een koptelefoon achter een microfoon en je lult lekker de oren van mijn kop en ieders kop. Heer, op een leuke manier. En ik zit dan ook de link met Sander Landegaard te maken. Ik zie jou dat ook wel doen of zo. Radio maken. Radio of een eigen podcast of... Ja, het is eigenlijk nog nooit echt zoiets waar ik over na zou ook wel kunnen. Ja, tegenwoordig is radio halve televisie, want een hele studio hangt vol met camera's. Maar ook dan denk ik weer, ja, kan ik dan nog mijn focus net zo goed op televisie leggen? Ik ben altijd bang dat je misschien als je op verschillende paden werd, dat je dan niet meer... Dat je van alles net niet bent. Ja. Ja, begrijp ik. Nee, ik heb nog zoveel te groeien, denk ik, als presentator op televisie. Dat laat ik eerst daar maar... nog beter in worden en dan verder kijken. Nou, waarom ik het stiekem vroeg is... ik noemde je een sidekick... maar ik zie het een beetje als... de tafeldame en tafelheer... van de DWDD voorheen. Ja. Dus ik zou graag in de pool van gasten... die ik uitnodig... in willen blijven rouleren. Ja. Dus alsof ik nog een keer terugkom. Een keertje. Ja, zou ik dan 3 columns meenemen... en nou dan mag jij kiezen? Toevallig stelde Brit diezelfde vraag... bij een vorige vodcast... Graag, dat is alleen maar leuk. Ja, het formatje, ik zie je bemoeit je nu al met het format. Ja, zie je? Ja. Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Want dat zou ik vind het leuk. Je bent een fijne gesprekspartner. Goede vent ook. Nou, jeetje. Ja. Nou moet je ook iets lelijks over me zeggen hoor. Ja, je draagt ook geen voetjes. Ja, mijn neus staat een beetje scheef misschien. Denk ik dat. Nou, ik vind het heel vervelend dat je maar voor 20% hoort. Maar alleen aan deze kant, hier 80. Ik kom niet aan bij je. Nee. Nee, ik ben blij en ik zie je graag nog een keertje op die stoel zitten. Ja, nou, ik kom graag weer terug. En dan gaan we het nu afsluiten. Dan mag je zwaaien. Dag lieve mensen, blijf alsjeblieft gezond en blijf lief voor elkaar. Oh ja, en we moeten liken en abonneren en zo. Dat moet je ook altijd zeggen. Duimpje omhoog en subscribe op dit kanaal. Dankjewel Jan.